Mijn naam is Wim Wijnreder, ik sta nummer 2 op de lijst van PvdA. Het college meer luistert naar de burger. Dat is heel belangrijk. De burgemeester wil ook de burgers leren kennen, dus ook dat hij daar naar gaat luisteren. De leerstand aanpakken. Er is ons enorm veel leerstand in de gemeente Almelo. Het is niet leuk als je door de stad in loopt, je ziet te huur, te koop en het hele spul meer. Dat is niet leuk. Je moet de stad aantrekkelijker maken. Je moet kleine boutiquejes, eetgelegenheden maken. Zodat de mensen ook in de stad gaan en niet alleen kunnen doorlopen en zeggen van oh, waar is het dit? Het is hier niks te beleven, omdat het alles leegstand is. En om die mensen in de stad te krijgen, ja, zorg dat er gratis parkeren is, liefst zo dicht mogelijk in de buurt van het centrum. Trek je nog veel meer mensen. Als je kijkt naar andere steden, dan lukt het ook. Waarom niet in Almelo? Dus je moet gewoon proberen. Komt een scheepvaart, kom meer toeristen. Hou ze ook hier, dat ze niet naar een andere plaats heen gaan. Dat ze hier in Almelo blijven, hier hun geld besteden. Waardoor iedereen er profijt van heeft. En dat schort eraan. En ze moeten luisteren naar de inwoners. En ja, onveilige speeltuinen aanpakken, ik noem er even wat op. Openbare toiletten, dat is ook vooral voor de toeristen. Dat is niet zo mooi dat iemand hier loopt en die heeft een stoma, ik noem maar. En ze moeten, ik moet naar een toilet en er zijn geen toiletten. Dat is toch krankjorm. Dus sorry dat ik het zo zeg. Sociaal domein, klachten, dat zijn heel veel woonproblemen. Sluiten van de wijkcentra. De mensen moeten communicatief met elkaar gaan. Sociaal-economisch ook met elkaar om kunnen gaan. En dat zijn de belangrijkste punten.